Ik heropen de vergadering, want ik heb net op het knopje gedrukt en sindsdien ben ik buiten verstaanbaar. Als u wilt weten hoe ik dat gedaan heb, zal ik u dat te zijner tijd een keer uitleggen. Maar het lijkt op dat alles weer doet. Ik hoop ook dat de mensen thuis ons nu kunnen horen. En nou ja, ik zou zeggen, app even naar een van de aanwezigen hier als u ons hoort. Want anders kunnen we daar niet achter komen. Ik heropen dus de vergadering. En ik ga verder. Mevrouw Raman, bedankt voor uw bijdrage. U heeft thuis de bijdrage allemaal gemist van de heer Raamaker en mevrouw Ramerman. Ze komen wel op papier en straks ook beschikbaar. Dus daar kunt u ze nalezen. Mag ik de heer Nijkamp, ja hij doet het natuurlijk, dat zei ik toch. Mag ik de heer Nijkamp van de ChristenUnie uitnodigen om achter het katheder plaats te nemen? Met dank aan de heer Uitz. Meneer Nijkamp, er is een knopje bovenop. En dan zou hij het moeten doen. Ja? Probeer het. Zou hij het moeten doen? Ja. Mooi. Voorzitter, de ChristenUnie wil blijven werken aan een duurzame leefomgeving. Een omgeving waarin we aan veiligheid concreet invulling geven. En waar we zorg kunnen bieden aan kwetsbare inwoners. Waarbij we alle burgers serieus nemen. Dit is onze kernboodschap die we bij de perspectiefnota hebben geformuleerd. En die we nu bij de gepresenteerde begroting blijven hanteren. Een dergelijk toetsingskader is ook wel nodig als het gaat om de te maken keuzes. We danken het college en de ambtenaren voor het zichtbaar omvangrijke werk dat verricht is. Helaas constateren we dat het doorgronden hiervan slechts voor specialisten lijkt weggelegd. Hier wreekt zich het repeterend uitstel van integrale meningsvorming en keuzes gedurende het afgelopen jaar. Het college heeft een groot aantal mogelijkheden aangereikt om keuzes te maken. Het college heeft zelf een eerste invulling gegeven. Centraal staat de uitnodiging om van die keuzes iets te vinden en eventueel te wijzigen. En we maken er graag gebruik van. Kijkend naar de beleidsvoornemens springt het onderwerp duurzaamheid eruit. Een onderwerp dat al jaren centraal staat in ons gemeentelijk beleid. Helaas straalt het recent vastgestelde beleid vooral een interne gerichtheid uit en is de overall doelstellingen CO2-neutraal losgelaten. Dat we dan van dit afgeslankte beleid ook nog eens structureel 100.000 euro schrappen, is voor ons niet acceptabel. Zeker als dit ten koste gaat van energiekwalificatie van woningen en mogelijkheden van onze duurzame dorpen. Ons voorstel is om dit bedrag weer te handhaven. We concluderen dat in deze begroting geen structurele middelen staan voor het behoud van de consultatiebureaus. Gaat het college uit van behoud van deze voorzieningen, die typisch een voorbeeld zijn van preventief beleid? Voor de ChristenUnie is het niet de vraag of, maar hoe ze open worden gehouden. Met betrekking tot de ombuigingsvoorstellen van het college het volgende. Impliceert het voorstel van het college dat er een extra verhoging van de OZB plaatsvindt van 68.000 euro? De tekst is hier uiterst vaag over. Een vergelijkbare vraag dringt zich ook op bij het kostendekkend maken van de riolering en afval. Loopt de extra verhoging op van 0,8% in 2018 tot 3,2% in 2021? Beheer en onderhoud van met name wegen raakt in hoge mate de veiligheid. Is het nu voorgestelde niveau voldoende, zodat de gemeente niet aansprakelijk wordt gesteld voor schades? We constateren verder dat er nog steeds een groot aantal PM-posten staat vermeld. Het lijkt erop dat het college van deze onderwerpen geen enkel beeld heeft. Dat vinden we uiterst zorgelijk. Bovendien hebben we toch sterk de indruk dat als er voor 2018 een PM staat, er feitelijk 0 euro staat. Inhoudelijk het volgende voor enkele van deze posten. Het plan van aanpak voorkoming fietsongelukken. We verwachten voor het geprioriteerde knelpunt, rotonde Koesteeg, Kampmansweg, Wilhelminastraat, een uitwerking in scenario's. Niet zo van klaar over, maar oplossingen die voor de korte en lange termijn houdbaar zijn. En als enig veiligheidsgevoel of gebrek daaraan al voldoende is voor 400.000 euro investering in het fietspad de Oude Oever, dan hebben we vertrouwen in een duurzame oplossing van dit knelpunt. Het aantal belanghebbenden is in ieder geval vele malen groter. Ziet het college dit ook zo?
Er staat nog een PM-post voor de exploitatie van de spil. We hebben toch echt een heldere afspraak met elkaar dat de exploitatie in ieder geval niet meer zou zijn dan de huidige exploitatieniveaus van de voorzieningen samen. Centrumvisie Dalfsen. Wordt het niet zo langzamerhand tijd om een stedenbouwkundige visie en mogelijk ontwerp op te stellen voor de oostelijke entree? Anders lopen we het risico van fragmentarische invullingen, 10 parkeerplaatsen of jarenlang bestuurlijke onduidelijkheid naar al die ondernemers met grote plannen. Wat gaat het college in 2018 doen? Dan ten aanzien van de dekking van plannen, dan vinden we het belangrijk dat die kloppen. We hebben de volgende voorstellen. We stellen voor om het onlangs ingevoerde thuisbezorgen van documenten niet te laten vervallen. Maar wel om op de kortst mogelijke termijn, namelijk 2018, de service kostendekkend te maken. Hierop hebben we bij de behandeling dit jaar ook al aangedrongen. De kosten voor het evenement Kunsten op Straat willen we gefinancierd hebben vanuit bestaande innovatiebudget Kunst en Cultuur. Hiervoor staat nu 40.000 euro structureel genoteerd. We beschouwen dit jaarlijkse bedrag als overdaad gelet op de andere ambities die we belangrijker vinden. In het verlengde hiervan is het ook verdedigbaar dat dit evenement mede wordt gefinancierd uit de toeristenbelasting. Het meer in lijn brengen van de tarieven met de andere Vechtdalgemeenten is te overwegen. Oplossen van formatieve knelpunten nemen we serieus, omdat we waardering hebben voor de medewerkers van de organisatie. De gegeven toelichtingen geven echter weinig overtuigende argumenten. We stellen voor om deze posten ook nu niet te honoreren, maar vooralsnog 200.000 euro per jaar te storten in een voorziening, maar waarschijnlijk moet dat een reserve zijn overigens. Deze kan vervolgens weer worden aangewend als het college de raad dient met een overtuigend voorstel. En bovendien dringen we er opnieuw op aan dat raadsvoorstellen integraal worden opgesteld, dus altijd met incidentele en structurele effecten ook voor het personele inzet. De overige nog benodigde dekking voor duurzaamheid kan wat ons betreft komen uit de stelpost van 250.000 euro. Overige zaken uit de begroting waar we van het college nog graag een reactie willen zijn de volgende. Vindt het college 76% voldoende als het gaat om het voldoen aan de BIG? De passage hondenbeleid vinden we onbegrijpelijk. Er is geen geld voor nog meer pamperende maatregelen. Is er dan nu wel geld voor handhaving? Want dat is ons inzien na jarenlang niet handhaven wel de prioriteit. De irritatie van de inwoners zit met name in het niet fatsoenlijk omgaan met de bestaande regels. Hoe ziet het college deze prioritering? We stellen voor de beantwoording van de technische vraag met betrekking tot afgesproken contactpunten aan de Vecht expliciet op te nemen. In deze begroting en ook in toekomstige stukken. Integrale veiligheid. Er zijn geen meerjarige indicatoren geformuleerd. Tegelijk wordt er volop gemeten. We vragen het college om bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan in 2018 hier wel invulling aan te geven. We vinden het positief dat participatie van vergunningshouders wordt gemeten. We missen alleen hierbij het essentieel onderdeel taalbeheersing. Hoe kunt u dit onderdeel van de meting maken? We vragen in het bijzonder aandacht voor de administratieve lasten die moeten worden gemaakt door jeugdhulpverleners. Het lijkt dat de primaire hulp hierdoor in het gedrang komt. Welke slimme mogelijkheden zijn er? En is het oplossen van dit probleem misschien een onderdeel van de transformatie? Hoe stuurt u op het behalen van de afgesproken prestatieniveau in 2018 door GBLT? Hierbij gaat het niet alleen om de beoordeling van de waarderingskamer, maar ook over het niveau van de dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven. En klopt het dat het college de reserve sociaal domein ook gebruikt als egalisatiereserve voor de jeugdzorg? Voorzitter, komt tot een afsluiting. Behandeling van PNC-documenten zijn nodig om over onderwerpen heen te kijken. Want als je elk onderwerp afzonderlijk bekijkt, is het haast nooit genoeg. En daarom hechten we als ChristenUnie aan integrale beoordelingen op basis van een perspectiefnota, een begroting, bestuurlijke tussenrapportages en jaarrekeningen. Het zijn natuurlijk ook momenten waarop ingezoomd wordt op belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen. Dat doet je misschien bijna vergeten dat ook veel zaken en taken gewoon doorgaan en ook gewaardeerd worden.
We hopen dat de beraadslagingen deze week vruchtbaar mogen zijn en goed voor onze inwoners. Niet alleen op korte, maar ook op langere termijn. En voor de uitvoering van de vele taken, hier binnen dit huis, maar nog meer erbuiten, die verborgen gaan achter deze cijfers van de begroting, wensen we en bidden we de Raad, college ambtenaren en zeker ook de inwoners Gods zegen toe. Dank u wel. Meneer Nijkom, dank u wel. Blijft u nog even staan. Ik kijk even rond. Wie van de... Meneer Koetsier, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag. U geeft aan in uw verhaal dat u overweegt om de toeristenbelasting te kunnen verhogen. Dat geeft aan dat dat te overwegen valt. Denkt u niet dat dat gaat ten koste van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeentes? Juist als je het in relatie legt tot onze buurgemeentes. En dat uiteindelijk ook toeristen, als de kosten hoger worden, ervoor kunnen kiezen dat ze naar elders uitwijken. En dus uiteindelijk financieel schiet je in je eigen voet. Ja, niemand zit te wachten op kostenverhogingen. Dat snappen wij natuurlijk ook wel. We hebben het hier overigens wel over kostenverhogingen die een gemiddelde toerist weinig zal merken. Sowieso zijn de overige Veldal-gemeenten hoger qua toeristenbelasting per nacht. Zwolle is iets goedkoper. Dat is wel bijzonder overigens. Maar bovendien, wat wij ook verzuimen, is sinds 2012 of 2013 gewoon ook trendmatig de verhoging door te voeren. En dat lijkt elk jaar niet zoveel om het lijf te hebben. Maar toch, als je dat 10 jaar vergeet, dan zit je dus precies op het niveau van de andere Veldal-gemeenten. Dus wat dat betreft is voor ons zeker een punt van aandacht. En ook een mogelijkheid. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag over... U stelt voor om op de kostmogelijke termijn de thuisbezorging van documenten kostendekkend te maken. Dat kostte voorheen ook geld, kostte ons als gemeenschap ook geld. En wilt u het nou, met name oudere mensen maken hier gebruik van, die compleet voor de kosten op laten draaien? Dank u. Het is een dienstverlening die wij bieden. En net zoals heel veel andere dienstverlening is het heel goed verdedigbaar. Dat je zegt van oké, thuisbezorgen prima, maar in essentie is het de kostprijs. Op zich is dat een heel gebruikelijk motto hier in de Raad. Dus waarom zouden we nou voor deze nieuwe service een compleet ander beleid gaan formuleren? Overigens is dat ook het besluit van de Raad, hè, om op termijn dat ook te doen. Dat is ook de toezegging van de wethouder geweest destijds. Wel destijds, dat is volgens mij een paar maanden geleden. Maar wat ons betreft kan dat wat sneller ingevoerd worden. Nou, onze vraag betrof ons eigenlijk vooral omdat het nu ook al geld kost. Het kost ons nu ook geld, daar wordt het uitgehaald. En het is een relatief beperkt aantal mensen wat er gebruik van maakt. Dus daar zou dan een behoorlijke kostenverhoging zijn voor die mensen. Ik ga naar de heer Kleinkoorkamp, gemeenteplan. Dank u, voorzitter. Ja, meneer Nijkamp, u had het op een gegeven moment over de formatieve knelpunten. En ja, de voorziening zet u al noem in een reserve. Dat is een juiste verbetering, heb ik genoteerd. Maar ik heb daar nogal een aanvullende vraag over. U geeft aan of het college de raad dient met een overtuigend voorstel. Wat ziet u als een overtuigend voorstel? Wat zijn de kaders daarin? Dat is een hele terechte vraag, denk ik. We hebben natuurlijk afgelopen week een presentatie gehad over diverse onderzoeken. Over vergelijking met andere gemeenten. Daar haal je toch niet echt een overtuigende statement uit. Dat we dus meer mensen moeten aannemen. We hebben al meer mensen in dienst. En weliswaar zijn ze goedkoper. Maar ja, dus wat voor conclusie trek je daar nou uit? Dus wat ons betreft, als je het nou hebt over van... Wat zou nou vanuit het college voldoende kunnen zijn, of misschien wel moeten zijn, is dat er helder in kaart is gebracht van op die en die terreinen manifesteren zich de knelpunten. Dat is daar en daardoor ontstaan. Dit zijn oplossingsmogelijkheden en het wil bij ons er ook nog niet in dat personele uitbreiding de enige oplossingsmogelijkheid is. Dus we zien daar ook graag een iets wat bredere afweging. En het zou aardig zijn om daar ook iets van het personeel zelf te horen, van of ze dat ook als een oplossing zien. Dus wij zien graag een paar A4'tjes waarin dit gewoon echt concreet is uitgewerkt.
En op dit moment kun je die conclusie niet trekken op basis van het aangeleverde materiaal. Maar nogmaals, wij staan niet onwelwillend tegenover deze post. Maar hij moet wel fatsoenlijk worden onderbouwd. Mevrouw Kampert, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Nijkamp, u sprak over het openhouden van de consultatiebureaus en dat dat wat ChristenUnie betreft geen vraag is van of, maar hoe. Heeft u er ook een idee bij hoe we ze open kunnen houden? Nou, ik persoonlijk niet. Dat is wat ons betreft de richting die wij ook graag aan het college meegeven. Werk nou vooral voorstellen uit die in ieder geval uitgaan van het openhouden. En daar mogen best wat varianten in zitten. Want ik kan me zeker voorstellen dat ten aanzien van de huisvesting, wat waarschijnlijk de grootste kostenpost is, dat we daar wat varianten in voorgeschoteld krijgen. Op basis waarvan we ook een overwogen keuze kunnen maken. Maar dat die dan, ja, dat die toch open zou moeten blijven, dat is wat ons betreft op dit moment wel een gegeven. Maar meer inhoudelijk en meer detail kan ik op dit moment daar geen richting aan geven. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb ook nog even een vraag ten aanzien van die voorgestelde reserve van de formatieve knelpunten. We kunnen ons op zich wel in vinden wat u voorstelt daar. Maar ik wil een verduidelijking hebben. Wilt u ook de nu voorgestelde bedragen voor de formatieve knelpunten al in die reserve hebben zitten? Ja, we willen wel recht doen. We hebben daar gezegd 2 ton. Er staat 2,38 als ik het wel heb, of formeel. Maar we zeggen van nou, 2 ton, laten we dat ook gewoon voor volgend jaar wel reserveren. Dat als er voldoende onderbouwing ligt, dat we dat ook gewoon vrij kunnen geven. Ja, dan hebben we in ieder geval de middelen wel voorhanden. Ja, duidelijk antwoord. Anderen nog? Nee? Meneer Nijkamp, mag ik u bedanken? En mag ik dan de heer Wildvank uitnodigen van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, meneer de voorzitter. Laatste begroting van deze raad. En eentje waar we de uitwerking als raad, in deze samenstelling althans, niet meer helemaal gaan meemaken. De burgemeester refereerde er al even aan. Om te beginnen dank aan de medewerkers die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting. En uiteraard ook dank aan het college. Mooi dat we kunnen zien dat we financieel gezond zijn en ook meerjarig een sluitende begroting kunnen presenteren. Onze verdere inbreng verloopt langs 3 thema's. We hebben geprobeerd zo min mogelijk op details in te gaan en vragen zoveel mogelijk te vermijden. Die 3 thema's zijn zorg, duurzaamheid en participatie. Dat we het zo algemeen houden heeft alles te maken met de constatering dat het coalitieakkoord nagenoeg is afgerond. En we willen eigenlijk de volgende raad niet voor de voeten lopen, maar wel op weg helpen. Op weg helpen met de in onze ogen 3 belangrijkste aandachtspunten in onze gemeente. Zorg. Als we de begroting lezen met het oog op het sociale domein, kunnen we niet anders dan constateren dat er mooie ambities en indicatoren omschreven staan. Als je er op straat met mensen uit onze gemeente over spreekt, hoor je ook dat er overwegend positief wordt gereageerd op hetgeen er onder deze noemer door de gemeente wordt gedaan. Dat is goed om te lezen en te horen. En dan waarom dan toch dit thema, zult u zich afvragen. En dat zit hem in het volgende. Wat we menen te moeten constateren is dat er sprake is van een onvoldoende integrale benadering. En dat leiden we af uit een aantal zaken. Ik ga er een aantal langs. En ik begin even met een heel kort citaat. De overheid kan niet zorgen en geen maatwerk leveren. Einde citaat. Daarvoor zijn coöperaties nodig, tussenruimtes nodig. En dat ondervond een voormalig wethouder Klamer uit Hilversum. Marktdenken en de focus op een begrip als governance leidt ons weg van de bedoeling van de zorg. Sociaal denken binnen de sfeer van het eigen huis en de eigen cultuur kan niet zomaar worden geboden door een gemeente. Dat wordt zelfs als ongewenst ervaren. De gemeentelijke organisatie is namelijk primair gericht op de logica van besturing en niet op de zorg zelf. Het gat tussen die besturing, gemeente, en de markt, verzekeraar, moet worden gedicht. En daar stelt hij voor corporaties. We zijn benieuwd hoe het college daarnaar kijkt. Maar we leiden dat ook af, dat er onvoldoende integrale benadering is, uit bijvoorbeeld de discussie rondom de eventuele sluiting van de consultatiebureaus. Het kwam al een paar keer langs vanavond.
steeds weer tijdelijk en wat halfhartig verlengd, ook nu weer 2 jaar. Maar nauwere samenwerking met bijvoorbeeld een cultuurhuis en dat bezien vanuit de gedachte om de gemeenschap op dat punt te dienen en te versterken, die mist wat. Bent u bereid toe te zeggen dat er een voorstel komt om die bureaus structureel open te houden? Ook de ontwikkeling rondom het project Slingendaal bezien we in dat licht. De zorgcomponent lijkt zomaar grotendeels uit het van oorsprong woonzorgcomplex te verdwijnen. We hadden het er onlangs over. En het lijkt erop te wijzen dat er een onvoldoende verbinding is tussen de componenten bouwen en zorg binnen de gemeente. Verder lezen we ook op zorg-en-welzijn.nl dat bij 1/5 tot 1/4 van de mensen die zich bij gemeenten melden, de problemen rondom de ondersteuning en huishoudelijke hulp onvoldoende worden opgelost. Dat is in ieder geval de conclusie van het Sociaal Cultureel Planbureau na onderzoek. Daarover lezen we overigens niets in de cijfers binnen onze gemeente. Datzelfde Sociaal Cultureel Planbureau raadt gemeente verder aan om voldoende aandacht te hebben voor de financiële positie van melder-cliënt. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat 1 op de 20 melders vanwege de eigen bijdrage er helemaal of gedeeltelijk van afziet om een maatwerkvoorziening te accepteren. En tenslotte leiden we het ook af uit het punt van het openbaar onderwijs. Natuurlijk, posities en formele rollen zijn goed belegd en ook vervuld, geen twijfel over mogelijk. En dat demografische ontwikkelingen maken dat het aantal leerlingen terugloopt, snappen we ook echt. Maar in onze visie is openbaar onderwijs een basisvoorziening in iedere kern. Net als een cultuurhuis, de bibliotheek, sportmogelijkheden, een consultatiebureau of detailhandel. Dus in die zin ligt er wel degelijk een taak voor het gemeentebestuur en is de opstelling van het college in dit verband wat formeel. De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle is in financieel zwaar weer terechtgekomen en heeft daarnaast veel last van krimp in de regio. Alle hens aan dek, zouden we zeggen. Er is nu nog maar 1 school voor openbaar onderwijs in de kern Dalsen. Dus niet afwachten wat het bestuur van OOZ gaat doen, maar zelf een actieve houding aannemen. Niet vanuit controle, maar vanuit echte, gevoelde zorg voor een basisvoorziening. Bent u daartoe bereid? Ten slotte, wat ook uit de begroting blijkt, is dat we een andere bestuurstijl, leiderschapstijl gaan hanteren binnen Dalsen, waarbij naast gestandardiseerde processen people management voorop staat. Iedereen binnen de organisatie kan dan waarde creëren en bijdragen aan de doelstellingen. Lezen we dit juist? Dan het tweede thema, duurzaamheid. We betreuren het nog steeds dat de gemeenteraad in een eerder stadium niet tot een besluit is gekomen een meetbare doelstelling te formuleren waar het gaat om duurzaamheid en duurzame energievoorziening. Wij zouden graag alsnog een meetbare stip op de horizon willen vaststellen. Zeg CO2-neutraal in 2050. Het jaar 2050 komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is nu onderwerp van gesprek in een bijeenkomst die is georganiseerd door de Fiji-eilanden en die wordt gehouden in Duitsland vanwege klimaatproblemen. Is het college bereid in ieder geval de voorbereidingen daar ter hand te nemen? Om te werken aan het verduurzamen van onze gemeente geloven wij in een aanpak van onderop waarbij de duurzame dorpen een prominente rol spelen. De afgelopen maanden is keer op keer gebleken dat deze over veel kennis en kunde beschikken. Wij feliciteren dan ook de Vereniging Groen Gebogen met hun onlangs gewonnen prijs om te werken aan het verwijderen van asbest. Een mooi voorbeeld van waar deze clubs toe in staat zijn. Echter, het is ook duidelijk geworden dat de samenwerking met de gemeente verbetering behoeft. Wij roepen het college dan ook op om te werken aan de informele contacten en een minder formele houding richting de dorpen te hanteren. Ook hebben wij in de begroting nog geen voorstel tot de uitbreiding van het ambtelijk apparaat gezien, terwijl de uitvoeringsnota duurzaamheid hier volgens ons wel aanleiding toe geeft. En dan nog even over de energieprojecten die op onze gemeente afkomen. En ik heb het dan met name over de projecten op het gebied van wind, zonnevelden, biomassa. We zijn ervan overtuigd dat deze projecten noodzakelijk zijn. Maar we zien het liefst dat deze projecten voor en door Dalsenaren ondernomen worden. Onze gemeenschap moet er echt beter van worden. En we roepen het college dan ook op om werk te maken van een kader waarbij initiatiefnemers worden uitgenodigd en zo nodig worden gedwongen om bewoners al bij de projectontwikkeling te betrekken. Door dit kader niet op te stellen lopen we het gevaar dat er projecten ontstaan waar de opbrengsten van projecten onvoldoende worden gedeeld in de gemeenschap en waarbij de weerstand tegen duurzame energie onder de inwoners ontstaat of toeneemt. Gaat u dit wat meer dwingende kader opstellen? En dan een laatste punt. Een groot deel van onze fossiele brandstoffen wordt verbruikt om ons te verplaatsen. Wij zijn dan ook blij met de deelname van de gemeente Dalsen aan het project van de provincie om het aantal laadpalen voor elektrische auto's stevig uit te breiden. Een mooi project om samen met de inwoners op te pakken.
Daarnaast zullen wij met een voorstel komen om het fietsen tussen Dalfsen en Zwolle veiliger te maken. Hiervoor liggen nu kansen rondom de aanpassingen van de Hessenweg. En tenslotte herhalen we ons standpunt met betrekking tot openbaar vervoer, uiteindelijk toch de meest duurzame manier van verplaatsen. De gemeente kan daar in onze ogen een meer actieve rol innemen tegenover of naast bijvoorbeeld een provincie. En dan het laatste thema, participatie. En hier maken we onderscheid naar twee vormen van participatie. De eerste, participatie vanuit het initiatief van de gemeente en de tweede, vanuit het initiatief van de burger. Vanuit de gemeente wordt participatie in allerlei vormen geïnitieerd. Dat zijn zaken als een participatieraad, een kunstcommissie, maar ook een burgerpanel of inbreng bij de inrichting van openbare ruimte. Vanuit de burger gaat het om initiatieven zoals bij duurzaamheid het geval is, bij bijvoorbeeld Groen Gebogen en Nieuwleusen Synergie of bijvoorbeeld Lemmerveld Werkt. Waar we vanuit de Partij van de Arbeid er langer voor pleiten is dat er bij met name dat initiatief vanuit de gemeente veel meer ruimte wordt geboden aan inwoners om zelf de regie te nemen. Bij bijvoorbeeld ontwikkelingen bij hen in de buurt. Wij kregen vorig jaar even de indruk dat het voorstel, zoals we dat al eerder hadden gedaan, met betrekking tot de inrichting van woonstraten zou worden overgenomen door het college. Maar nu moeten we constateren dat het nog niet echt verder is gekomen en we doen opnieuw de oproep aan het college om in de komende 4 jaar meer inhoud te geven aan dat begrip burgerparticipatie. Geef de inwoners de ruimte en om onder omstandigheden ook gewoon het budget om ontwikkeling in hun eigen buurt zelf te organiseren, regisseren en uit te voeren. We verwijzen nog een keer naar het voorstel zoals we dat toen de tijd gedaan hebben. Hoe kijkt u daarnaar? En wat betreft participatie vanuit burgers en lokale organisaties, wensen we de gemeente toe dat we daar meer dan nu het geval is durven over te laten aan het initiatief. En dat we die initiatieven ruimhartig steunen en stimuleren, ook financieel. Voor het initiatief Kunst op Straat heeft het college dat vorig jaar goed opgepakt en overgenomen. Voor de duurzame dorpen ligt dat wat minder duidelijk. We weten dat er in deze organisaties veel energie zit en we willen dat zoveel als mogelijk ruimte bieden, ook financieel. Daarom stellen we voor om voor de komende jaren een bedrag van 100.000 euro per jaar structureel toe te wijzen aan het onderwerp burgerinitiatief en die ruimte te benutten op basis van voorstellen vanuit die initiatieven. Kan het college daarmee instemmen? Ten slotte willen we nog graag een lans breken om te zoeken naar mogelijkheden om samen met de lokale organisaties te zoeken naar en te werken aan het versterken van de lokale democratie. Dat onderwerp verdient de komende jaren echt veel aandacht. Vanuit de gemeente zou dat maximaal moeten worden ondersteund. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Eens kijken of uw betoog nog leidt tot vragen. Meneer Kleinkoopkamp, gemeentebelang. Ja, bijna op het eind van uw betoog, meneer Wildvank, hebt u het over de duurzame dorpen. En dat u voor de komende jaren een bedrag van 100.000 per jaar structureel toe wilt wijzen aan dat onderwerp. Nou staat er in de bezuiniging voorstellen van het college dat we een ton op de duurzaamheid gaan minderen. Dat wordt al door verschillende fracties afgewezen. Maar als ik dit lees, betekent dat u daar niks over zegt en nog 100.000 extra wilt ergens weg wil halen om de duurzame dorpen geld te geven om wat meer te investeren? Nou, mijn vraag voor die 100.000 euro was niet gericht op de duurzame dorpen, maar op burgerinitiatieven. En mijn voorstel is het om die 100.000 euro te reserveren voor burgerinitiatieven. Dat kan duurzame dorpen zijn, maar hoeft het niet per se te zijn. Er zit niet wat mij betreft sec in het onderwerp duurzaamheid. Vandaar dat ik het daar niet aan verbonden heb. Als u mij nu vraagt of ik het ermee eens ben om die 100.000 euro, die bezuiniging, weg te halen, dan zou ik me zo ja gezegd kunnen hebben. Oké, twee antwoorden op één vraag. Dat is ruimhartig. Andere nog. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ik heb een vraag over de reikwijdte van de passage over het openbaar onderwijs. Daar zegt u dat net als een cultuurhuis het openbaar onderwijs een basisvoorziening is in iedere kern. Nu hebben we 5 kernen. Bedoelt u ook daadwerkelijk alle 5 kernen dat u actief daaraan zou willen werken om in elke kern openbaar onderwijs te introduceren? Voor zover die er niet is. Nou, niet zozeer te introduceren, maar wij zijn wel heel erg erop gericht om datgene wat er nu nog is te bestempelen als het minimum. En dat wel te willen zien als een basisvoorziening. En dat vergt wat ons betreft ook wel dat je er aandacht voor hebt.
dat je dat niet ontglipt. Want dat is toch een klein beetje het gevoel wat we hebben gekregen bij OOZ. Dat daar iets is ontglipt, waardoor ons nu een basisschool, een openbare onderwijsinstelling, ontglipt, wegvalt. En dat zouden we willen voorkomen. Bestaande in stand houden en geen nieuwe oprichten in bestaande kernen. Ja. Ander, meneer Velter, SVPD. Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen voor u. U stelt van het gat tussen de markt en de verzekeraars en de gemeente, dat het opgevangen kan worden eventueel door de corporaties. Hè? Die zouden daar een rol in kunnen gaan spelen. Toen ik dat zo hoorde, dan zat ik even te denken van ja, maar dan ga je misschien nog een groep missen daarin. Die niet zoveel met corporaties te maken heeft. Heeft u daar een idee bij wie daar dan de intermediair zou kunnen of moeten zijn? Nou, ik heb het voorbeeld van een corporatie genoemd, omdat dat ook her en der in het land inmiddels aan het ontstaan is, waarbij kleinschalige zorgleveranciers ontstaan in de vorm van een corporatie. Als blijkt dat er vervolgens niet het hele gat mee wordt gedicht, dan zou je moeten zoeken naar nog verdere mogelijkheden. Maar ik zou al blij zijn als we dit onderwerp in ieder geval zouden pakken. Oké. Okay. En dan heb ik nog even een vraag over openbaar vervoer. U stelt van de gemeente zou daar een actieve rol in moeten nemen. Hoe ziet u die actieve rol? Nou, op dit moment wordt letterlijk toch vaak het antwoord gegeven dat openbaar vervoer, zeker waar het gaat om bussen en treinen, een verantwoordelijkheid is van de provincie. Daar ben ik het niet mee oneens, hè, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk dat wij denken dat de gemeente daar een actievere rol in de samenwerking met de provincie zou kunnen zoeken om te zorgen dat die voorzieningen, die openbaar vervoervoorzieningen, optimaal in stand blijven. En nu hebben we de indruk dat het toch wel minder wordt. Meneer Rooijakkers, D66. Ik heb een vraag waarvan u misschien denkt dat die retorisch is. Maar u hebt het over fietsen tussen Dalfsen en Zwolle veiliger maken. Maar we fietsen ook tussen Dalfsen en Ommen en tussen Lemelenveld en andere dingen. En tussen Nieuw-Leuzen en andere bestemmingen. Wilt u die ook veiliger maken? Of... Vindt u het een retorische vraag? Of nou ja, een beetje wel. Maar u noemt het niet. Ik bepaal of vragen retorisch zijn. Dit was geen retorische vraag. Dus u kunt gewoon een antwoord geven. Het is al wat langer bekend dat de fietsverbinding Dalfsen-Zwolle een van de meest drukke, zo niet de drukste fietsverbinding is in de provincie Overijssel. Dus daar zouden wij ons in eerste instantie willen focussen en dat vergt de meeste aandacht. En voor het overige ben ik het helemaal met u eens. Dat ook andere fietsen, want u weet deze burgemeester fiets graag en nou, overal moet veilig gefietst worden. En het liefst door zoveel mogelijk mensen. Anderen nog op dit punt? Nee? Ja. Meneer Lochtenberg. Nou, niet op dit punt, dat is op een ander punt. Mag is dat? Ja, dat mag zeker. Op deze inbreng. Maar wel op een punt wat al aan de orde geweest is, over die 100.000 voor burgerinitiatieven. We kennen natuurlijk sinds een aantal jaren de kansenpot. De mensen weten die weg steeds beter te vinden. Bedoelt u te zeggen dat u die eigenlijk wilt ophogen? Als dat ertoe zou leiden dat dat wordt gebruikt voor burgerinitiatieven, dan vind ik ook die naam prima. Het gaat me niet om het label, het gaat me om het idee dat we ruimte bieden aan burgerinitiatieven en waarbij we dat ook financieel ondersteunen. En onder welk label dat gebeurt, prima. Ja, anderen nog? Meneer Wildvang, mag ik u bedanken? En dan zou ik graag het woord willen geven aan de heer Rooijakkers van D66. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar heb ik in mijn tweede termijn het motto loslaten in vertrouwen gebruikt. Nu sluit ik me aan bij het motto van het nieuwe kabinet. Vertrouwen in de toekomst. Misschien niet erg bescheiden, maar dat hoeven we niet altijd te zijn. In Dalfsen en vanuit Dalfsen worden namelijk grote prestaties geleverd. Over vertrouwen in de toekomst gesproken, dan denken we bij D66 over de generatie van onze kinderen, zoals het CDA, maar ook over de generatie van onze kleinkinderen. Daarom hebben we in 2016 ook gepleit voor het investeren in jonge kinderen, vooral uit sociaal zwakkere milieus. We moeten investeren in begeleiding en zorg, zodat deze zich kunnen verbeteren. Goede schoolresultaten, minder werkloosheid en minder beroep op sociale voorzieningen later. Een gelukkiger en langer leven. En dat vereist een lange termijnvisie op tal van punten. Dat wordt ook de rode draad van mijn betoog vanavond, de lange termijn. Voor de jeugd in hun toekomst, voor bouwen en grondpolitiek, wat willen we met onze dorpen en natuur, en voor milieu en duurzaamheid. Dat betrekken van de jeugd was ook de gedachte van D66 achter een jongerenraad, later neergezet als Jong Dalfsen.
Met grote inzet van onze fractiegenoot Sam Logger en een stagiaire bij de gemeente is dit concept op de social media kaart gezet. Goede respons van de doelgroep was het gevolg. Ondanks de toezegging van wethouder Van Martels een jaar geleden hebben we helaas weinig gezien van de beloofde follow-up. Acties worden steeds gekoppeld aan daarvoor gereserveerde ambtelijke uren. Kan de nieuwe wethouder uitslag de toezegging doen dat het nu wel wordt opgepakt? U snapt dat wij tegen bezuinigingen van enkele tienduizenden euro's op dit budget zullen stemmen. We zijn voor effectieve communicatie met deze doelgroep en onze kiezers in de nabije toekomst. Op de tweede plaats over het grond- en bouwbeleid. D66 was en is van mening dat we als gemeente rustig moeten blijven en ons vastgestelde beleid moeten voortzetten. Daarbij vind ik dat een onderscheid in prijs per vierkante meter tussen de verschillende kernen en locaties moet worden ingevoerd. Dat aantrekkelijke locaties wat meer mogen kosten is toch normaal? D66 vindt dat in het dorp Dallofsen met de uitbreidingsplannen Oosterdallofsen de grens is bereikt van aantasting van ons mooie groen, of dat we er al overheen zijn. We moeten zuinig zijn met de uitgifte van grond en ophouden met over risico's daarvan te spreken. En de zonnige vooruitzichten ten aanzien van de opbrengst van het grondbedrijf moeten wel meegewogen worden in de keuzes. Er komt naar verwachting de komende jaren circa 20 miljoen winst op ons af. Ik vind het onbegrijpelijk dat daarvan geen melding wordt gemaakt. We missen in dat verband nog steeds het echte lange termijn perspectief. Niet alleen van dit soort inkomsten, maar ook een schatting van bedragen voor investeringen op de langere termijn. Daarom ook de vraag, hoeveel gaat de uitvoering van de Centrumvisie Dalfsen ongeveer kosten en andere grote projecten die nog te voorzien zijn? Gaat het hetzelfde als bij de aankoop van de Rabobank, als start van wat we nu de Spil heet? Toen ik namens D66 destijds meldde dat we het niet alleen over 1,2 miljoen hadden voor de aankoop van het pand, maar ongeveer over een bedrag van 10 miljoen voor het hele project, werd ik door het college weggezet. Dat was nog niet bekend. Natuurlijk niet in ambtelijke zin, want het was niet na te rekenen. Maar we moeten ons als raad niet steeds met een kluitje het riet in laten sturen. Zoals bij de zogenaamde technische vragen over de posten op over de PM-posten op bladzijde 23, ook al eerder genoemd door collega's. Hoe kun je nu over een lange termijn begroting spreken zonder inzicht en schattingen? Mijn advies is, maak alles niet juridisch en waterdicht. Wees niet bang. Geef wel inzicht als basis voor discussie met de Raad, desnoods globaal. Verder over milieu en duurzaamheid hebben we eerder dit jaar het beleidsplan en uitvoeringsprogramma vastgesteld. Kan de wethouder aangeven hoe nu het revolverend duurzaamheidsfonds is of wordt ingericht? Dat werd steeds uitgesteld. Maar vorig jaar is op 4 november immers onze motie daartoe aangenomen. Over het afvalbeleid merk ik kort het volgende op. Maak van de 30 kilo restafval geen heilige graal. Dat is onnodig en duur. Verbranding met energieterugwinning is de komende jaren ook nuttig. Bovendien is het tarief dat Rova hiervoor gecontracteerd heeft extreem laag en ongeveer de helft van een paar jaar geleden. Dat zie ik niet terug. En de rente over de lening aan Rova dient juist wel ten gunste van het taakveld afval te vallen. Dat kan ik u precies uitleggen, maar nu dus niet in verband met de beperkte tijd. Verder geef ik in overweging om minder rioolbelasting te heffen voor panden waarvoor in ontkoppeling van regenwater en recycling van gebruikt water is geïnvesteerd. Ik kom nu aan de cijfers toe. De begroting is een erg gedetailleerd stuk, misschien wel te. Elk detail roept ook weer vragen op natuurlijk. Van vier fracties alleen al 149 vragen afgelopen week. Ik bedank met name de ambtelijke staf voor hun inspanningen en gemotiveerde inzet. Kennelijk wordt nu ook van ons verwacht dat wij op alle keuzevragen in de begroting een antwoord geven. Dat is wel veel gevraagd tijdens de spreektijd in de eerste ronde. Dat later dus in meer detail. Samenvattend concludeer ik dat de begroting sluitend is, afhankelijk van onze keuzes voor ombuigingen en van onze invulling van wensen. En volgens mij heeft de Raad die wel degelijk. En dit ondanks de wel heel erg voorzichtige schattingen. Op zich niet verkeerd. Maar iets transparanter zou beter zijn en daar ben ik al op ingegaan bij het grondbedrijf. Dan concreet over de structurele wensen van het college. Volgens onderzoek van Berenschot zijn we 6% goedkoper dan de gemiddelde gemeenten van vergelijkbare grootte in Nederland. Dat is voor D66 echter geen vrijbrief om geld uit te geven aan FTE's. De vraag wie doen het aanzienlijk beter en wat kunnen we daarvan leren kon nog niet worden beantwoord. Graag inzet daarop. En wat ons betreft voorlopig alleen de urgente vacatures invullen.
Met de ombuigingen en faseringen, respectievelijk bijstelling van ambities, kunnen we in grote lijnen instemmen, evenals met de zeer beperkte verhoging van tarieven, waaronder de OZB. De afvalkosten hoeven minder verhoogd, eerst maar dus voor 2018 beslissen en de volgende raad doet wel het vervolg. Verder de getoonde koppeling tussen verhoging van de OZB en de extra inzet op duurzaamheid op bladzijde 22 vind ik zeer ongepast. Dat kan ik toelichten als u wilt. Met betrekking tot de keuzemogelijkheden voor ombuigingen is D66 alleen akkoord met vermindering van uitgaven voor onderhoud, respectievelijk extra onderhoud en openbare ruimte. Dus geen bezuiniging op communicatiebeleid, burgerparticipatie en Jongdalfsen. En servicepunten in Lemelenveld, in Nieuw-Leuzen met circa 6500 bezoekers per jaar. En Lemelenveld, waarvoor we onlangs het beleid hebben vastgesteld, moeten de komende jaren blijven. Tarieven toeristenbelasting gelijk trekken in het Vechtdal kan een goed idee zijn. Maar bij de 10% extra hondenbelasting denk ik meteen aan de innings- en handhavingskosten. Kunnen we niet beter dit soort kleine posten helemaal afschaffen? Dan hoeven we ook geen vrijstellingsbesluiten meer te nemen en op te volgen. Er is nog veel meer over te zeggen. Ik rond af, maar dat een andere keer. Begrotingen sluitend, en dat zal ook zo wel blijven, ook naar honorering van de wensen van de Raad. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Blijft u nog even staan. Ik kijk even rond. Wie mag het woord? Meneer Veldhuis, VVD. Ik zou graag van u, gaf het net al aan in uw voordracht. Zou ik van u al willen weten waarom de getoonde koppeling tussen de verhoging van de OZB en inzet op duurzaamheid ongepast is? Omdat ze niks met elkaar te maken hebben. Het is gewoon een broekzak-vestzak verhaal. Maar het geld kan overal vandaan komen. Het hoeft niet per se uit die ene bron te komen. Ik vind het zelfs een beetje immoreel om het zo te stellen dat je, als je voor duurzaamheid bent, dat je dan ook per se de OZB moet verhogen. Okay. Dat heeft niks met elkaar te maken. Dan kun je overal zoeken, dat geld. Anderen nog. Kijk even rond. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Meneer Wildvang, ik kom even terug op uw punt over het grondbeleid. U zegt, er komt naar verwachting de komende jaar nog 20 miljoen winst, noemde u het vervolgens op ons af. En het klonk een beetje dat u er al een bestemming voor heeft. Kunt u daar iets... Hebt u daar ideeën bij wat daar dan mee zou moeten? Nee, dat heb ik niet. Maar ik wil wel graag een langere termijn financieel perspectief hebben. En we zijn erg voorzichtig met schatten en we nemen reserves voor als de centrale overheid misschien wat minder onze kant uit doet en wanneer dingen tegenvallen en dan hebben we voorzieningjes. Maar aan de andere kant komen er ook wel positieve dingen op ons af en die willen we kennelijk niet zien. Ik vind dat je ook een overzicht moet hebben van wat er aan inkomsten positief op je afkomt, plus of min een marge. Ik praat niet over precieze honderdduizenden euro's als je over dit soort orde van grootte van getallen hebt. En daarom vind ik ook dat je voor projecten en voor plannen die je voor de grotere toekomst hebt, ik heb één voorbeeld genoemd, dat Centrovisie Dalfsen, dat daar ook schattingen voor moeten komen. Dan heb je zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant op langere termijn heb je een idee van wat er op ons afkomt en dat hebben we nu niet. Meneer Kleinkoerkamp, gemeenteplan. Ja, ik wil er toch nog even nader op inhaken. Die 20 miljoen, dat is volgens mij ongeveer 18 miljoen. Maar weet u over hoeveel jaren of dat uitgesmeerd is? Nou, ongeveer wel, want als het meer is dan 8 of 10 jaar, dan moet je het op een andere manier verantwoorden. Dus ik neem aan dat het binnen 10 jaar is. En of het nou 20 of 18 is, dat bedoel ik nou, dat interesseert me nou niet. Ja, maar oké, het is inderdaad 10 jaar. Maar we hebben ieder jaar met de meerjaren grondexploitatie, bekijken we dit echt heel serieus. En ik kan me de tijd nog herinneren dat we hier over de grondexploitatie hele grote zweetdruppels gezweet hebben. En dat hebben we nu op orde. En daar is een heel goed plan, ligt hier ten grondslag, dat we dat jaarlijks bekijken en eventueel overschotten gaan dan automatisch naar de jaarrekening. Dus volgens mij is dat exact goed afgescherpt. Nee, juist niet. Want dat is van jaar tot jaar. En je wil een perspectief op langere termijn hebben, waarbij je die zekerheid die u nu... Maar zekerheid krijgt u niet, want de risico's in de grondexploitatie, die waren er nog steeds. Dus die zullen we toch per jaar moeten bekijken. Dat ben ik niet met u oneens. Maar ik zou wel graag een langere termijn perspectief zien. En dat die risico's zo groot zijn, dat geloof ik niet. Maar in elk geval moet je een langere termijn perspectief hebben. De rente is hartstikke laag.
Volgens mij is het punt helder. Ja. En u wilt graag een lange termijn perspectief. En de heer Klein-Koerkamp, die gaan al een paar jaartjes mee, die herinnert zich 2007, 2008. En nou ja, dat is iedere keer de afweging. Toen was ik hier nog niet, dat was na 2010, meneer Noten. Dat zit die jaren toch wel, of niet? Nou, het zou gek zijn als ik dat niet zou herinneren, ja. Nou, dus zeg dan gewoon ja. Helder, punt is duidelijk gemaakt en tegenpunt ook. Anderen nog? Mevrouw Hamerman, Celia. U heeft het net over toekomstperspectieven. Aan de andere kant zegt u van minder bouwen. Het groen bewaren. Maar hoe ziet u dan de toekomst, de inkomsten voor de gemeente? Nou, dat is toch interessant. We willen toch een lange termijn perspectief. Nou, dan kun je er ook over nadenken. Maar waar ik niet voor ben, is om zenuwachtig te worden als we eens een keer 10 kaveltjes minder verkopen in een heel aantrekkelijk gebied. Laten we gewoon rustig blijven. We hebben weinig kosten. De rente is laag. Het komt naar ons toe. De winsten zijn zeer aanzienlijk. En ik zou er niet meer voor willen pleiten om de mooiste stukken van onze gemeente vol te bouwen. Heeft u dan ook ideeën over de andere inkomstenbronnen? Nou, ik wil eerst het lange termijn perspectief eens zien. Ik zie nu die inkomstenbronnen helemaal niet in de begroting. Die staan er gewoon niet in. Dus kennelijk kunnen we het zonder die inkomstenbronnen ook rooien. Misschien goed dat de wethouder daar straks nog even op terugkomt. Maar meneer Nijkamp, die heeft ook een punt te maken, dacht ik. Ja, dat gaat ook weer opnieuw over dat lange termijn perspectief. Want u triggert natuurlijk wel met deze opmerking. Maar u zegt eigenlijk de grenzen zijn al bereikt wat het dorp Dalfsen betreft. We moeten zuinig zijn op de mooie omgeving daaromheen. Dat laatste zijn we het helemaal mee eens. Daar moet je zuinig op zijn. Maar tegelijkertijd, als we straks de zaak hebben volgebouwd en er blijft behoefte, en dat is voorlopig nog wel de indicatie, aan woon. Gelegenheden, ook in het dorp Dalfsen. Hoe gaat u dat oplossen? Gaan we dan de zaak op slot zetten, mensen verwijzen? Gaan we torens bouwen? Of gaan we in het buitengebied woonboerderijen opsplitsen? Wat gaan we dan doen? Nou, daar heb ik nog geen antwoord op, hoor. Dat hoeft ook niet, maar misschien kort iets. Want het is, nou, ook, het is een beleidsvraag van heb ik jou daar. Ik snap maar, het. Maar waar ik voor wil pleiten is voor een manier van denken dat je niet altijd puur alleen aan groei denkt van alles. Groei van inwoners, groei van huizen, groei van dit, groei van dat. Ik zou gewoon eens even rustig de zaak willen bekijken op de langere termijn, zoals ik al eerder zei. En daarvoor moet je ook weten welke langetermijn perspectieven je hebt voor de uitgaven. En welke projecten moet je nou doen, maar ook wat er op ons afkomt aan inkomsten. En dan kun je dat bekijken. Misschien dat het verstandig is om iets meer van onze inwoners te vragen voor een aantrekkelijke omgeving in plaats van het helemaal vol te bouwen en de stad van te maken. Uw inzet is vooralsnog beschouwend van aard en u zou willen dat we dat in onze overwegingen in de toekomst meenemen. Oké, helder punt. Mag ik de heer Rooijakkers bedanken namens u? Dat doe ik. En dan ga ik naar onze laatste inbreng van uw zijde. En dat is de heer Veldhuis van de VVD. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Het einde van deze raadsperiode komt eraan. In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een nieuwe raad en een nieuw college treden dan aan. Voor deze raad is het dan ook de laatste behandeling van de programmabegroting. Allereerst natuurlijk weer veel dank aan de ambtelijke organisatie om ons te voorzien van een lijvig stuk. Het telde dit jaar maar liefst 165 pagina's. We zijn hier dan ook vol enthousiasme ingedoken met de steunfracties. We kwamen tot een groot aantal vragen die ook weer met hetzelfde enthousiasme door de ambtelijke organisatie zijn beantwoord. Dank daarvoor. Bij het doornemen van de programmabegroting liepen we wel tegen een aantal zaken aan die we willen vermelden. We zien dat de programmabegroting heel complex in elkaar zit. De onderlinge samenhang is soms ver te zoeken en het kostte ons veel tijd om deze te vinden. Op sommige momenten hadden we het idee dat we bezig waren met een soort zoektocht. Dan nu onze beschouwing op de programmabegroting. Zoals in de inleiding al vermeld, dit is de laatste programmabegroting van deze raad. Natuurlijk ook van het huidige college. Iedereen loopt op zijn laatste benen. We hebben moeten constateren dat dit ook geldt voor de visie en ambities die we tegenkwamen bij de verschillende programma's. Beter gezegd, het ontbreken hiervan. We vragen het college om beter
en sterker in te zetten op hoe we in Dalfsen omgaan met visie en ambities. We zien dit al langer en hebben hier ook al wel vaker opmerkingen over gemaakt. Een groot aantal onderwerpen leent zich namelijk niet voor afwachten. Laat ik u een voorbeeld noemen. In het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting staat onder het kopje Ruimtelijke Ontwikkeling dat de gemeente streeft naar evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreatie enzovoort. Ik verwacht dat we vervolgens gaan zien hoe we die evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling gaan bereiken. Maar nee, ik zie een opsomming staan van plannen en notities die we gaan krijgen. Ja, natuurlijk krijgen we die. Die krijgen we altijd. Maar welke indicatoren gaat u nu gebruiken om te kunnen volgen dat we de doelstelling, een evenwichtige ruimtelijke ordening, ook gaan bereiken? Daar moet het wat ons betreft over gaan. Dan hebben we nu een aantal opmerkingen per programma. Als eerste programma 4, economische zaken. De ambitie ten aanzien van het economisch beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt in aansluiting op hetgeen de regio doet en biedt. Uit de beleidsindicatoren blijkt dat het aantal werkzoekenden pas in 2020 lager zal zijn dan tijdens de crisis in 2014. Al met al missen we ook hier ambitie. U schrijft namelijk, op dit moment zitten we in de sterkste economische groei van deze eeuw. We zien dat deze economische groei ook goed uitpakt voor de arbeidsmarkt. Vervolgens geeft u aan dat de beleidsindicator arbeidsplaatsen groeit met minder dan 0,5% per jaar. Dat rijmt niet met de genoemde ambitie en ligt ver onder het landelijke gemiddelde. Programma 5, onderwijs en vrije tijd. Bij dit programma missen we goede indicatoren. U komt zelf met een aantal beleidsindicatoren die vervolgens niet zijn ingevuld. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters en het percentage niet-wekelijkse sporters. Waarom is dit een beleidsindicator als we hier, zo lijkt het, verder niks mee doen? In het kader van recreatie en toerisme is er veel gebeurd en gebeurt er nog veel om het Vechtdal te promoten. De ruimte voor de Vecht is daar een voorbeeld van. Het gekke is dat de investeringen daarin zich niet vertalen naar ambitieuze doelstellingen op dit gebied. Sterker nog, voor de komende jaren gaan we uit van een nullijn. Geen groei in overnachtingen en aantallen werkzame personen. Vraag van ons is dan ook, waar zijn al die investeringen goed voor? Programma 6, inkomensondersteuning. Onze kernwaarden zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Dalfsen heeft circa 416 bijstandsgerechtigen die de gemeente samen circa 1,5 miljoen euro kosten. Dat is ongeveer 3600 euro per persoon. De VVD vindt dat mensen die hulp nodig hebben, die moeten kunnen krijgen binnen de wettelijke kaders. Maar de gemeente moet zich ook maximaal inspannen om mensen uit een uitkeringssituatie te halen. Dus het bij de hand nemen en zeker de vaardigheden met betrekking tot lezen, luisteren, rekenen, spreken en schrijven te maximeren. Het sociale domein. In het sociale domein is men nog volop bezig met de decentralisaties die in 2015 zijn ingezet. Hier ontbreken er duidelijk meetbare indicatoren voor met name de jaarlijkse terugkerende activiteiten. Er is ruimte voor nieuwe, passende, creatieve en doelgerichte oplossingen. Dit alles met het doel om, waar mogelijk, preventief of vroegtijdig te zoeken naar een passende oplossing, zodat duurdere of langere ondersteuning of zorg voorkomen kan worden. Echter, voor de komende 4 jaren zijn geen meerjarige doelen geformuleerd. In 2018 ontvangt de Raad een kadernota met daarin de uitgangspunten voor de realisatie van de transformatieambitie. Het is dan ook niet duidelijk waarop de begrote inzet is gebaseerd. Dat is een vraag. Er wordt jaarlijks 8 ton geïnvesteerd in maatwerkoplossingen voor de WMO. Er zijn echter geen cijfers bekend om hoeveel oplossingen dit gaat. Op basis van het landelijke gemiddelde zou het in Dalfsen ongeveer 150 gevallen per jaar gaan. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is het voor ons niet acceptabel dat wij voor een dergelijk bedrag niet weten waar het aan besteed is. Op het sociaal domein wordt voor 2017 en 2018 een tekort verwacht van ongeveer 3 ton per jaar. Dit lijkt voor het overgrote deel te worden veroorzaakt door het taakveld volksgezondheid. In 2019 dalen de kosten van dit taakveld met 2 ton. De indruk wordt gewekt dat de twee pilots en de gezondheidsmanifestatie samen tot deze extra kosten leiden. Men wordt niet aangegeven wat de resultaten zullen zijn. Kunt u dit verduidelijken?
Duurzaamheid en milieu. Duurzaamheid blijkt toch een lastig onderwerp te zijn in de gemeente Dalfsen. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is klaar, maar afgelopen maand bleek dat de gemeente onvoldoende gebruik heeft gemaakt. Sorry, mijn tekst die begint te schuiven. Oh nee, anders mis ik mijn. Ik heb hem weer. Zo. Duurzaamheid blijkt toch een lastig onderwerp te zijn in de gemeente Dalfsen. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is klaar, maar afgelopen maand bleek dat de gemeente onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de participatie. We zien in de begroting een aantal indicatoren genoemd die geen van allen zijn ingevuld. Ook logisch, want we beginnen nog maar net. We hebben het op dit dossier als gemeente toch echt laten liggen. 4 jaar geleden hebben we sterk ingezet op duurzaamheid en nu na 4 jaar gaan we pas aan de gang. Onze conclusie is dat we moeten stellen dat we eigenlijk dit onderwerp doorgeven aan het nieuwe college. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. We zien dat Dalfsen haar grondposities goed op orde heeft. Wel vragen we ons af hoe groot Dalfsen moet worden. Qua bouwgronden zien we het dorp Dalfsen vol gebouwd worden. Aan de andere kant zijn er een aantal kernen waar grotere woningbehoeften zijn dan de gemeente Dalfsen kan leveren. Wat we ons afvragen is wat er eigenlijk is gebeurd met het bouwplan Koele 2 in Hoornhorst. Is dit plan verdwenen? We vragen het college om nog eens goed te kijken of seniorenwoningen in Hoornhorst te realiseren zijn. De Tempelhof zijn in principe seniorenwoningen, maar voldoen nu niet. Is het mogelijk dat u met Vechthorst om tafel gaat om te kijken of deze alsnog te realiseren zijn of is dat niet mogelijk? Dan de keuzes voor de ombuigingen. De raad heeft u gevraagd om met een voorzet te komen hoe we de ombuigingen van 1 miljoen gaan realiseren. Dit bleek lastig te zijn, aangezien u nu pas met een voorstel komt. We vinden dit jammer. We geven u wel complimenten dat er nu een gedegen voorstel ligt. Daar kun je het niet mee eens zijn, maar het voldoet aan wat we als raad gevraagd hebben. De komende dagen gaan we als raad bepalen waar we voor kiezen met betrekking tot de ombuigingen. Of een paar wil ik wel even wat zeggen. Oplossen van de formatieve knelpunten. Vanuit de organisatie is aangegeven dat extra geld nodig is voor het oplossen van de formatieve knelpunten. U heeft de raad daarbij inzicht gegeven in de formatie met behulp van een benchmark. Hier zien we dat we als gemeente op sommige punten goed scoren en sommige punten wat minder goed dan de benchmark. Toch zegt het ons niets over de werkdruk. En juist daar zou de legitimiteit moeten liggen voor de oplossing van deze knelpunten. We hebben in 2012 een bezuiniging doorgevoerd. Als we de voorgestelde oplossingen voor de formatieve knelpunten doorvoeren, draaien we een deel van de bezuinigingen terug. Het is voor ons daarom niet mogelijk om in te stemmen met dit punt zonder inzicht te hebben in de werkdruk. Krijgen we dit inzicht nog? Daarnaast zien we dat u voor het bijstellen van de ambities aangeeft bij de formatieve knelpunten een bedrag van 10.000 euro per jaar. Een soort kaasschaafombuiging. Zijn hierin geen substantiëlere keuzes te maken wat u betreft? Keuzemogelijkheid, verhoging van de hondenbelasting. Wij zien als VVD niets in het verhogen van de hondenbelasting. Sterker nog, de hondenbelasting is voor de VVD een achterhaalde belasting. We hebben in Dalfsen een helder hondenbeleid. De eigenaren ruimen zelf de hondenpoep op. En dit maakt de noodzaak voor het heffen van deze belasting overbodig. Daarnaast is het zo dat het heffen van belastingen op een hond wel heel willekeurig is. We heffen immers ook geen belasting op een kat, een kip of een vis. Aanpak van de bureaucratie. De VVD wil onnodige regeldruk verminderen. Het leidt tot onnodige administratieve handelingen voor zowel gemeente als burger en ondernemer. Door de transitie van het sociaal domein ligt het gevaar op de loer dat we als gemeente te veel regels gaan opleggen aan de zorgaanbieders. We merken dat ze hier last van hebben. Zelfs zoveel last dat we afgelopen week op Radio 1 hoorden dat de psychologen jeugd GGZ in de regio Zwolle, waar Dalfsen ook onder valt, stoppen en overwegen te stoppen als gevolg dat de wachtlijsten bij de instellingen hierdoor gaan oplopen. We vragen de wethouder om na te gaan of hier ook sprake is van binnen de gemeente Dalfsen. En als dit zo is, hier maatregelen op te nemen. We zullen hier uitvoerig op terugkomen bij de behandeling van het sociaal domein in december. Tot slot, voorzitter, samenvattend kunnen we zeggen dat we er financieel goed voor staan. We hoeven ons gelukkig geen zorgen te maken. Maar toch missen we iets, en dat is ambitie. Of, zoals de Engelse politicus en filosoof Edmund Burke het zei, ambitie kan zowel kruipen als vliegen.
Voorzitter, ook hier mag wat ons betreft een stuk hoger gevlogen worden. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ik moest denken aan dat oude Chinese spreekwoord. Je kent het ongetwijfeld. Een adelaar vliegt soms laag, maar een kip nooit hoog. daar moest ik aan denken, door al die woordspelingen die je had. Okay. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Nijkamp, Christine. Dank u wel, voorzitter. Eén vraag over de alinea, die gaat over de keuzes van de ombuigingen. U zegt de komende dagen gaan we als raad bepalen waar we voor kiezen met betrekking tot de ombuigingen. Kunt u nog even kort en krachtig aangeven welke ombuigingen de VVD nu wel en niet wil? Wij willen de ombuiging van een ton voor duurzaamheid, die willen wij niet. We willen de voorgestelde ombuiging voor de hondenbelasting, wat we ook hebben gezegd, die willen we ook sowieso niet hebben. De OZB-verhoging zoals die nu voorstaat, dat is gewoon iets wat volgens mij waar je niet aan ontkomt, zoals dat er nu ook wordt voorgesteld. En voor de rest de andere onderwerpen zullen we nog verder op ingaan. Anderen nog? Meneer Schuurman, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de opmerking die is gemaakt bij programma 6. Dat gaat over inkomensondersteuning. Ik begrijp niet helemaal waar u naartoe wilt met deze alinea. De kosten zijn 1,5 miljoen, 3600 euro per persoon. Ik heb even gerekend, dat is 1,5 miljoen gedeeld door 416. En u wil mensen bij de hand nemen en vaardigheden met betrekking tot lezen, luisteren, maximeren. Is dit te beperkt op dit ogenblik? Verwacht u meer inzicht? Wilt u hierop besparen, bezuinigen? Wat voor richting wilt u hiermee op? Waar het ons om gaat is dat we mensen vooral met het laatste punt wat we maken aan de hand nemen. Dat ze goed leren lezen, rekenen, luisteren. Dat zijn gewoon echt basis. Hoe zeg je dat? De kwaliteiten die mensen in ieder geval moeten hebben. Om de kans op werk in ieder geval te vergroten. Dus dat is het punt wat we willen maken om mensen er zoveel mogelijk uit te halen. En vraagt u hier dan meer budget voor? Of? Nee. Dat is gewoon een constatering, een punt voor ons, een beschouwing. Om zo te bedankt. Ja. Mag ik daar nog even op in? Hebt u dan ook rekening gehouden met de mensen die wel kunnen luisteren, rekenen, spreken, schrijven, maar die toch in een uitkeringssituatie zitten en die eigenlijk alleen maar werken willen? Die moeten ook wat aangeboden krijgen, waardoor ze bij de werkgever aan het werk kunnen. Absoluut. Daar hoort u ons ook niet over dat we dat niet zouden moeten doen. Nee, het gaat ons erom. Kijk, waar wij ook naar zitten te kijken zijn echt de onderkant van de mensen die in de uitkeringssituatie zitten. Om die zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan statushouders. En daar heb je heel verschillende achtergronden heb je daarin. Je hebt te maken met mensen die amper lagere school hebben gehad. En je hebt te maken met mensen bijvoorbeeld die wel een opleiding hebben gehad. Maar je moet ervoor zorgen dat dat wel de basiszaken zijn die ze in eerste instantie moeten kunnen krijgen en hebben. Voldoende? Ik kijk even rond. Meneer Veldhuis, mag ik u bedanken voor uw inbreng. En waarbij het dan misschien goed is om aan te geven dat de heer Raamaker heel duidelijk binnen de 8 minuten is gebleven. De heer Royakkers net. Dus u heeft die 20 seconden heeft u eruit gelezen, zeg maar, in tempo. En mevrouw Raamaker net niet. En de rest was wel overduidelijk. Zeg maar buiten de tijdsorde, heeft de griffier mij laten weten. Mevrouw Raamman net niet, maar u heeft hem in ieder geval geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Dat is van de anderen is dat niet eens te zeggen dat ze het geprobeerd hebben. We hebben even een korte schorsing. Ik zeg het namelijk ook omdat ik de wethouders dadelijk in hun repliek wil vragen om gewoon kort en bondig te zijn. En we hebben ook nog onze schriftelijke reacties, dus dat komt allemaal nog in tweede instantie naar je toe. Ik stel voor dat we echt maar 10 minuten pauzeren. En dat is dan tot 2 minuten over 9:30. En dan schors ik even de vergadering. Voordat we te leuk gaan worden. Dames en heren, mag ik u danken voor uw inbreng in de eerste termijn.
En nogmaals, het is niet zo dat ik u niet uitnodig om straks het debat in de volle scherpte te voeren. Doe ik wel, maar graag goed voorbereid in tweede termijn. Ik zie u donderdag terug. Ik schors de vergadering.